waarom lijken alle politieke slogans zo op elkaar? Politieke partijen steken heel veel tijd en geld in het zo goed mogelijk formuleren van hun politieke boodschap. Verkiezingsslogans die worden uitgebreid getest. Er wordt kiezersonderzoek gedaan om na te gaan welke onderwerpen onder de kiezer leven, zodat je daar in je programma op kunt inspelen. Maar al dat kiezersonderzoek en ook de drang van partijen om zoveel mogelijk kiezers aan zich te binden, heeft er ook voor gezorgd dat de politieke boodschap van partijen inwisselbaar is geworden. Die taal is heel erg op elkaar gaan lijken. Kijk maar naar de Photoshop-actie van Micha Wertheim, de cabaretier, die in 2012 de slogans van alle partijen door elkaar husselde, zonder dat dat eigenlijk tot hele rare resultaten leidt. De VVD, hun Brussel, ons Nederland, ja, dat had best een slogan van de VVD kunnen zijn. 60 jaar geleden was dat echt ondenkbaar. Want elke politieke partij had een heel herkenbare politieke taal die politici en achterban met elkaar deelden. En dat was een taal vol met ideologische begrippen. Een taal waarmee partijen een toekomstideaal schetsten, een stip aan de horizon plaatsten. Voor de socialisten was dat bijvoorbeeld de heilstaat voor de arbeiders. En die politieke taal die werd in verkiezingstijd in een papierlawine over het land uitgestort. Miljoenen aan pamfletten, brochures, verkiezingskranten, vol met allemaal taaie en saaie ideologische retoriek. Heel veel tekst, heel weinig plaatjes. En op een gegeven moment kwamen de partijen erachter dat veel van dit materiaal ongelezen in de oud-papierbak belandde. En toen ze in de jaren 60 kiezersonderzoek gingen doen, bleek ook dat de kiezer zich helemaal niet meer met dit soort ideologische taal identificeerde, maar dat hij veel meer keek naar de persoon van de lijsttrekker of naar zijn eigen wensen. En vanaf dat moment is eigenlijk die ideologische taal langzaam uit de campagne verdwenen. En die gemeenschappelijke taal die kiezers en partijen aan elkaar verbond, die verdween. En daarmee groeide ook de afstand tussen politici en kiezers. En je ziet dat heel duidelijk terug in de campagne van 1986. Die ging het CDA in met de slogan "Laat Lubbers zijn karwei afmaken." En hier zie je een partij die eigenlijk helemaal geen moeite meer doet om een aansprekend verhaal te presenteren. De boodschap is hier simpelweg: laat de oplossing van al die ingewikkelde politieke vraagstukken maar aan die technocratische bestuurders in Den Haag over en dan komt alles wel goed. Nou, van dat vacuüm, dat ontbreken van zo'n gemeenschappelijke taal, daar hebben de populisten van geprofiteerd. Wat maakt hun politieke boodschap nou zo effectief? Wat maakt dat nou zo succesvol? Nou, kijk maar eens naar deze woordenwolk van de PVV. En daar vallen eigenlijk twee dingen op. Op de eerste plaats de eenvoud van de boodschap. Een complexe werkelijkheid, want dat is de wereld waarin wij leven, dat is een complexe werkelijkheid, die wordt gereduceerd tot een heel eenvoudige tegenstelling. Je bent voor of tegen Brussel, je bent voor of tegen de islam. En het tweede dat opvalt is de gemeenschapsretoriek. Het is heel veel we en ons en Nederland, met Wilders dan als aanvoerder van een gemeenschap in strijd tegen een heel duidelijke vijand. Andere partijen die hebben nu zo'n beetje hun lesje wel geleerd. En die zijn ook weer op zoek gegaan naar zo'n mobiliserende taal. Je ziet dat de VVD die simplificerende tegenstellingen van de populisten heeft overgenomen. CDA heeft wat meer moeite om een nieuwe toon aan te slaan. Die kwamen in 2012 met "We zijn een weiland." Niet heel succesvol. We zijn nu even aan het lachen over het CDA, maar eigenlijk als je goed kijkt, dan geldt voor alle politieke partijen, ook voor de populisten, dat er van armoede sprake is. Armoede omdat alle partijen geen antwoord hebben, in tegenstelling tot 60 jaar geleden, op de vraag wat voor toekomst ze willen. Ze hebben geen stip meer aan de horizon. Wat overblijft is eigenlijk wat vrijblijvend gepraat over
het heden. Het gaat allemaal over nu. En nu vooruit. Prima, maar waar gaan we dan naartoe? Dat is een vraag waarop alle partijen het antwoord missen.